Nou, kijk wat ik voor jullie heb. Dit is een prachtige Hollandse leeuw. En die moeten jullie als mascotte bijhouden. Het hele toernooi. Met en de trainingen? Overal moet je altijd deze leeuw meenemen. Okay. Zielwerk. Nooit meer, en nooit meer in een hoekje laten zitten. Dat want dat brengt niet, enorm veel geluk. Okay. Nou, met deze leeuw ben ik er zeker van, dames, dat jullie goud gaan winnen. Alright! Ja! Hij ziet er mooi uit, hè? Ja. Hoe zullen we hem noemen? Hoe zullen we hem noemen? Harry. Ik zal voor Harry. Nou, we zijn benieuwd of Harry zich in deze suggestie kan vinden. Nou, oké, nou goed, dan heet hij Harry. Wat een verrassing. Ik ga vast even de spirit erin brengen en ik tel af en ik zeg 1, 2, 3 en jullie roepen keihard goud. 1, 2, 3! Goud! Juist, dat is het. Oké, en ik ben daar zo zeker van dat als jullie het niet zouden redden, dan neem ik jullie allemaal mee uit eten in Barcelona. Hier. Dan komen ze aan. Hup, Benny gaan met die vlag. Kijk, leuk. Allemaal zwaaien. En wat zien we dan? Let op. Linksboven in het beeld, wat zien we daar? Harry. Haha. Harry, kijk nog een keer. Hier, een close-up. Nee, Harry. Kijk, linksboven daar. Ik zou hem nog een keer vertalen. Ja, hier, linksboven. Hé, hey, die leeuw. 3,5 miljard kijkers. Ja. Hé, hey, hebben we hem gezien? Kijk, Cecile met Harry. Oh, wat een succes, zeg. Hoe is het met Harry? Ja, Harry ziet er goed uit. Ja. Ja, die heeft die pet nog steeds op vanwege de zon. Heel goed. Nou, zijn haren en zijn kleuren, nou, dat blijft redelijk. Meestal houdt hij dit bij. Ja, ik hou hem goed bij. Even kijken, kijkt hij nog vrolijk? Ja. Hij is een beetje gestrest. Wie past erop, Harry? Cecile. Ja. Vertel even. Ja, ik ben de jongste en ik heb de eer om Harry te mogen vasthouden. Oh, jij moet hem helemaal, ja? Ja, en vertroetelen en... Doe je dat ook? Ja, dat doe ik ook wel, ja. Ja? Mag ik nog even weten waar Harry komt tijdens de wedstrijd? Op de bank, naast de coach? Ja. Oké. De populaire verslaggever bereidt zijn stokpaardje. Goud. Nou goed, met ja, hem, goud? Ja. Met hem gaat het lukken. Ja, goud. Ja, jezus, ja, ik wil goud. Ja, dat begrijp ik wel. Maar goud, ja, sorry, we zijn nog niet eens begonnen. Ja, nou, maar ik wil goud. Ja, maar wij willen uiteraard ook goud. Nou. We gaan eerst wedstrijd winnen. En dan zien we wel verder. Oké, dan praten we er weer over. Heb je de WK voetbal gezien? Ja. Die Nederlanders winnen ook alleen maar goud. En dat werd niks. Dus je moet jullie moeten dat mentale dal waarin Nederland nu zit. Na die EK, het enorme e-check. Van heel Nederland bedoel je? Het enorme e-check wat we daar hebben opgelopen, dat moeten jullie weer... Doen we, dames. De weddenschap luidde dus, als de dames geen goud halen, neemt de populaire verslaggever ze mee uit eten. Ja. Ik wil alleen even weten... Wat we lekker vinden. Nee, met hoeveel mensen. Oh. Hoeveel mensen gaan er eten? Spelers en begeleiding? Ja, de hele club. 25, sorry, 3. 16 spelers. Ja. 23 ongeveer. 23? 24? Ja. Dus moet je nog wat werk om dat allemaal te betalen. Een beetje bijklussen hier in Barcelona. 2,5 dagen school. Goed, hè? Ja, perfect, joh. We hebben 2 keer gewonnen, toch? Ja, zie je? Allemaal door Harry. Ja, dat komt allemaal door Harry. Dat zeg ik steeds. Hou hem er goed bij, want hij doet het hartstikke goed. Zijn we op weg naar het goud nou? Ja, we zijn sowieso op weg naar het goud. Want we zijn nog... Ja, hè? Ja. Zijn we op weg naar goud? Ja. Ja, hè? Als ze goed spelen wel.